Laten we eerst eens beginnen met diep in te ademen en weer rustig uit. In en uit. We stellen ons voor dat we stabiel geworteld zijn in de grond, net als een boom die stabiel, stevig in de grond staat. En dan ontspannen we ons lichaam. We beginnen met onze ogen. We laten de spiertjes boven onze ogen zich ontspannen. Rond de ogen en ook in onze oogleden. En het kan zijn dat we onze ogen wat minder voelen, omdat we ze helemaal ontspannen hebben. Dan ontspannen we ons gezicht, ons aangezicht, voorhoofd, nek. We laten een golf van ontspanning vanuit ons hoofd helemaal door ons lichaam gaan, tot aan de tenen. We voelen elke cel van ons lichaam zich ontspannen, alsof ons hele lichaam doordrenkt wordt met ontspanning en rust, die fris aanvoelt. En aangenaam. Schouders, armen, borst en buik. De zijen, heupen, benen, tot aan de tenen. We hoeven helemaal niet meer iets te doen met ons lichaam. Alleen maar rechtop te zitten. Net als een kapstok waar allerlei jassen aan hangen. Net als een garderobe, allerlei vesten aanhangen. En we voelen onze schouders natuurlijk naar beneden hangen.
hoeven nergens op in te zoomen. We voelen ons hele lichaam zacht worden en ontspannen. Als we ons lichaam een beetje hebben kunnen loslaten, dat we ons er niet meer mee bezighouden, kunnen we onze aandacht volledig wijden aan de mentale ontspanning. We voelen onze gedachten komen en gaan, net als de wolken in de lucht. We laten alle spanning, alle zorgen, angsten, maar ook al onze herinneringen gewoon zijn zoals ze zijn. Zonder ons ermee bezig te houden. Zonder er ons in te verdiepen. We hoeven helemaal niets te doen, alleen maar te zijn in het hier en nu. We merken dat onze gedachten geleidelijk aan steeds minder actief worden. We merken dat we steeds minder behoefte hebben. Om ons bezig te houden met of voor te borduren op onze gedachten. Onze ademhaling wordt trager. Stimuli, impressies
worden minder. We voelen meer stilte en ruimte. En hoeveel spanning of ruis of rommel er ook mag zijn in onszelf. Het is allemaal goed. Het hoort er allemaal bij. We hoeven niet alles perfect te maken. Het is net als een huishouden van Jan Steen. Soms dan hebben we veel dingen in ons hoofd. Maar het heeft wel zo zijn charme. Het is wel goed. En als we niet proberen het perfect te krijgen, dan wordt het vanzelf steeds eenvoudiger, steeds compleet, steeds meer compleet. En daarmee wordt de meditatie vanzelf perfect, doordat we gewoon gaan zitten in ons huishouden van Jan Steen, met de rommel die er misschien wel is.
hoe we eigenlijk ons helemaal niet in te spannen. Want als we spanning voelen, komt het vaak omdat we ons nog inspannen. Maar de aandacht in meditatie is een aandacht zonder spanning. We hoeven helemaal niets meer. We hoeven ons niet gefrustreerd te voelen. We hoeven ook niet te schrikken als we wegdwalen. Geleidelijk aan voelen we ook meer verbinding met onze omgeving om ons heen. Het is net alsof we worden opgenomen in de ruimte om ons heen. En dan merken we dat onze ademhaling nog altijd te voelen is. En we voelen een verbinding met de middenruimte in onszelf. Aan het einde van de inademing. En het begin van de uitademing. Dat die ruimte, die tussenruimte, die plaats van rust, maar we hoeven niet meteen onze aandacht, ons bewustzijn van de rest van ons lichaam of de omgeving om ons heen. Die aandacht hoeven we ook niet meteen weg te doen. Want als we ons bewust worden van de middenruimte, is dat eigenlijk heel geleidelijk. Net als een trui die je aantrekt, die veel te ruim is. Een hele grote trui. Zo ook zijn we ons bewust van de middenruimte, zonder dat we daar nu heel veel onze aandacht op moeten richten. We wijden onze aandacht aan het midden. Met wijden bedoel ik wat we in het Thais noemen Nam Nam. Nam Nam betekent dat we met een hele zachte aandacht
ons bewust worden van het midden. Zonder dat we nu meteen ons bewustzijn vernauwen. We zijn ons nog steeds wel bewust, maar in mindere mate van de rest van ons lichaam en de omgeving. Net als een lichtje dat schijnt en het licht is het felst in het midden. Maar de vlam die gaat geleidelijk over in de lucht. Er is geen duidelijke grens tussen de kern van de vlam en de lucht. En nu we toch ons een vlam inbeelden, kunnen we dat ook gebruiken als visualisatie, als een herinnering. De vlam, die kunnen we ons nog wel herinneren wanneer we aan het koken zijn of wanneer we een kaarsje aansteken. En de vlam herinnert ons aan het midden. We markeren het midden met het vlammetje in onszelf. Of als je liever iets koels je voorstelt, zoals een hele koele maan. Een volle maan zoals we die wel eens zien, die helder staat in de hemel. Of een sterretje dat in het midden schijnt. Soms zijn de sterretjes heel klein, soms groter. Soms zijn ze fel, soms zijn ze dof. Het is gewoon een markering. En soms dan hebben we er geen behoefte meer aan. En dan laten we hem gewoon weer schieten. Of wegvagen. We hoeven niet per se ons iets voor te stellen, maar het mag. En zo raken we geleidelijk aan vertrouwd met het midden. We raken vertrouwd met het midden. En we laten het midden, de middenruimte, op ons inwerken. Zonder dat we iets hoeven te doen.
En soms dan zijn we zo een tijdje aan het zitten. En terwijl het midden op ons inwerkt. Terwijl de middenruimte geleidelijk aan ons bewustzijn doet veranderen, merken we soms dat we ons lichaam wat minder voelen. Of dat ons lichaam wat lichter wordt. En soms dan verdwijnt een deel van ons lichaam. Of helemaal. En zo heb je wel meer van die gewaarwordingen. Sommige mensen ervaren dat hun lichaam heel groot wordt. Of dat hun lichaam heel klein wordt. En soms dan voelt het net alsof we naar beneden vallen. Hoe het ook zij. Zulke ervaringen, daar hoeven we niet van te schrikken. En we hoeven ook onze ogen niet open te doen. Er is niks engs gebeurd, niks griezeligs. Het is gewoon een deel van de ervaring. En na verloop van tijd dan raken we eraan gewend. Terwijl ons lichaam en onze geest meer in balans zijn. Dus wat er ook gebeurt, blijf gewoon verder gaan met de meditatie. Terwijl we ons op een hele zachte manier bewust blijven worden van de middenruimte in onszelf.
Dan komen we geleidelijk tot het laatste deel van de meditatie, waarbij we de kalmte, de zee van rust delen met onze medemens. We voelen de kalmte en de transformatie die de meditatie ons biedt. En we glimlachen naar onszelf. We hebben deze rust, deze kalmte verdiend. Dat we gelukkig mogen zijn, vrij van lijden. Dat ik gelukkig mag zijn, vrij van lijden. Wens jezelf geluk toe. En voel dat het lijden in jezelf een stukje minder wordt. Dan breiden we de kalmte, de rust uit naar de rest van de wereld. De mensen die ons dierbaar zijn. Dat jullie allemaal gelukkig mogen zijn. Door de kalmte van deze meditatie. De mensen die ons dierbaar zijn, familie, vrienden, kennissen. En dan de mensen die we niet zo goed kennen. De mensen op de straat, de buren, de cachet, cachère. Iedereen gelukkig mag zijn, vrij van lijden. Ook al ken ik jou niet goed, toch wens ik je geluk toe. En dan zelfs de mensen waar we het moeilijk mee hebben, waarmee we in conflict zijn, waar we ons niet zo goed over voelen. Dat jullie allemaal gelukkig mogen zijn, vrij van lijden. Iedereen in de wereld, waar dan ook, wie dan ook, dat jullie allemaal gelukkig mogen zijn. In deze woonplaats, deze provincie, dit land en de buurlanden om ons heen. En deze wereld, voor zover we ons dat kunnen voorstellen. En we laten ook onze gedachten uitgaan naar alle dieren, alles wat leeft in deze wereld. Te beginnen met onze huisdieren, als we die hebben. Alles wat leeft in deze wereld, dat iedereen en alles wat leeft gelukkig mag zijn. Vrij van lijden.
Dan komen we aan het einde van deze meditatie. We worden ons weer bewust van onze zintuigen, de geluiden om ons heen, bijvoorbeeld de klok aan de wand, en de gevoelens we voelen, hoe we zitten. We worden bewust van ons lichaam. Voordat we onze ogen open doen, herinneren we onszelf eraan dat we nu en dan het midden in onszelf kunnen bezoeken en daarmee het contact met het midden in stand kunnen houden. Op een zachte manier, op een vriendelijke manier. Dan doen we geleidelijk onze ogen open en ik eindig met een traditionele recitatie. Sape putta palapata pace kanancha yang palang arahantanancha te te narakang pantami sapaso sapaputta anupavena sapatamma anupavena sapasangha anupavena sathasoti bhavantu te.